Goedenavond. Kom gezellig binnen in ons prachtige mooie complex van Goldstar Music Productions. En ik ga jullie zo meteen precies uitleggen wat Goldstar Music Productions allemaal inhoudt. Allereerst komen we even langs de wand met gouden platen van diverse artiesten van ons. Frans Bauer, Marianne Weber, Jannes, Jan Keizer, Annie Schilder, René Vroken en allemaal trots waar we op zijn. Welkom en ik ga jullie proberen mee te nemen in de studio en iets uit te leggen hoe het allemaal werkt. We gaan eerst naar Studio 2 waar onze artiesten altijd staan te zingen. Kom er even gezellig mee. Hier linksaf. En dit is eigenlijk mijn tweede huis. Naar mijn eigen thuis. En hier componeer ik mijn liedjes, hier werk ik ze uit. Maar hier staan ook de artiesten altijd te zingen. Of je nou praat over Jannes, over Frans Bauer, Marianne Weber, Willem Bart, noem ze allemaal op. Jan Keizer, Annie Schilder. En, dit is mijn tweede huis. Er staat een microfoon klaar. Ik heb hier mijn mengtafeltje. Ik heb daar mijn spulletjes. Ik heb een computer. En als ik hier naartoe ga, dan voel ik me als een vis in het water. Ik moet je zeggen, er zijn een paar dingen in mijn leven heel erg belangrijk. Dat zijn mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. En met name ook de muziek, want daar kijk ik mee in uitleven. En dan nog een stukje voetbal. Maar dit is mijn huis eigenlijk waar ik de meeste uren per week en per maand en per jaar al 25 jaar doormaak. Als we hier geweest zijn en we hebben de artiesten gezongen, dan nemen we ze mee naar de grote studio, naar Studio 1, waar Noors, mijn compagnon, zit. Ook van Goldstar Music Productions. En dan gaan we mixen en de grote opnames maken. Gaan jullie mee? Het is een klein tripje, we zijn er heel erg trots op. En we werken hier met z'n tweeën, dus is hier altijd wel veel aanloop. Mensen die even een kopje koffie komen drinken, met sociale contacten. Maar ook onze artiesten komen hier graag als ze onderweg zijn. Kom maar mee, dan neem ik jullie mee naar Studio 1. Ietsje groter, en dat is het thuis van Noos, mijn maatje. Hij zit op het ogenblik ergens anders, maar die sporen we zo wel op. En dit is de grote studio. Digitale tafel, 132 kanaals, met grotere opnames. En ik moet je zeggen, als wij in de kleine studio geweest zijn en de artiest heeft gezongen en het liedje gehoord en we zijn klaar, dan gaat het allemaal hier naartoe. En daar gaan de muzikanten werken en daar is Noris mee bezig. En die gaat het allemaal uitmixen. En uitmixen betekent dat je naar het eindtotaal toe gaat zoals jullie het thuis horen. En het laatste uurtje kom ik er even bij en dan zegt hij, Emiel, dit is het, dit heb ik aan te bieden en dan gaan we samen zitten. En dan zijn we weer trots op weer een hit en, of op een liedje. En die liedjes die jullie allemaal zo mooi vinden en allemaal zingen. Wat dat betreft hebben jullie een kijkje mogen nemen in ons huis. Ik laat je nog heel eventjes zien onze ontvangstruimte, waar we gezellig zitten te praten en waar we ideeën uitwerken. Ik neem jullie heel even mee naar de keuken, naar de keukentafel. Want ook bij ons stelt de keukentafel als een creatief moment. En als ik het goed zie, dan zie ik Noris al lopen. Hij probeert weg te komen, maar dat krijgt hij nu niet meer voor elkaar. Want hij ging richting keuken, als ik het goed zag in de spiegel. Hier onze zitgedeeltes. Het kantoortje van mij, het kantoortje van Noors. En ik moet je zeggen, dat is de tafel. Dat is nu een rotzootje, maar uiteindelijk zijn we ook muzikanten. Dat is de tafel waar wij altijd heel veel praten over muziek. Want het is niet zomaar een formule die je op kan roepen. We praten erover, god, wie is het publiek? En dit is Noors. En hier doe ik alles mee samen. Al meer dan 16 jaar lang. En ik hoop nog heel veel jaren. En we hebben al onze artiesten gedaan. Frans, Jannes, René Vroken. En we praten alleen maar over muziek, toch? Ja. Dat is gezellig. Waarom anders? Ja. Heel gezellig. En ik moet je zeggen dat ons huis is ook jullie huis. Dus daarom laten we jullie ook een kijkje nemen. Niet alleen vandaag, maar ook op het moment dat jullie naar Gelderland toe komen. Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar het is een mooi cadeautje extra. Dus over een enkele tijd heten we jullie van harte welkom. En dan gaan we jullie in levende lijven gaan we jullie ontvangen hier.